Leuke dingen. Ja, dat zijn meestal de gesprekken die je met passagiers hebt. En dat er sommige mensen zo ontzettend open zijn over hun hele hebben en houden. En of het nou een huwelijk is, zelfs hun seksleven, dat is onbegrijpelijk. Erik doet dit werk al 28 jaar. En zijn persoonlijke hoogtepunt, een huwelijksaanzoek dat net even anders liep. En nou, hij op zijn knieën. En iedereen natuurlijk klappen en zingen. En in plaats van die dame zegt ja, zegt ze nee. En dat was natuurlijk wel, ja, erg lullig voor hem. Maar het was wel grote hilariteit in de bus natuurlijk. Ik ga zeker nooit met de pest in mijn lijf aan mijn werk. Ja, zo is het leven van een buschauffeur.